Bach hooligan, Bach hooligan. Die gaat lekker, hoor niet? Ja, heerlijk jongen, heerlijk. Ja, blijf lopen jongen. Ja, dat moet ook wel. Ja, je moet nog wel een paar rondjes, hè? Nou, pa, ja. Pa? Kijk hem. Ja, ziet er goed uit, toch? Als wie dat in het standbeeld wilt gieten, dan mag je nog wel 60 rondjes lopen. Weet je wat dat kost aan brons? Ja, dat kost heel veel aan brons. Moet je hem kijken. Afgetraind. Ja, maar ja, dat is 15 jaar geleden. Dan moet je nou eens kijken hoe hij er nou uitziet. Ja, dat is inderdaad. Maar goed dat ze nog geen baskebeeld wilt maken. Nee, gelukkig wel. Nee, maar als hij een standbeeld wilt, dat kan gewoon niet. Het is gewoon een beetje groot. Een beetje heel veel. Die wil toe als standbeeld, mijn jongen. Maar kan gewoon, kan het niet uit. Nee. Dat kan wel. Je hebt donderdag 13 juni. Hebben we de super standbeeldshow, hè? Piet Wilming Theater. Is het al vol, hè? Nog niet. Maar als het vol komt, hoef je niet verdaan te lopen. Oh, ja, gelukkig. Dus als je nu even een oproepje doet dat het vol moet komen, dan kun je stop met hardlopen. Supporters, 13 juni, allemaal naar het Wilming Theater. Precies. Voor de grote show. Gooi je er ook nog, hè? Gaat over voetbal daar? Nee, geen niet over voetbal. Wordt gewoon een comedy op. Keihard lachen, alleen maar lachen. Oh, daar kom ik wel. Ik ben blij dat het niet over voetbal gaat. Precies, kost maar 19,5 euro. Oh. Is dat niks? Helemaal niks. En een ode aan de supporters wat er maakt, een kunstwerk. Dat is een hele mooie verrassing. Dat is het allerbelangrijkste, toch? Als we nog één rondje doen dan? Ja, laat maar gaan, hè. Kerel. Hoe heeft zo uit de hand kunnen lopen, man? Ja, gezelligheid, hè. Moet je kijken hoe het eruit ziet, maar dat kan toch niet? Biertje drinken. Jongen, jongen. Biertje drinken. Ja. Café is op. Oh, zo daarin gaan? Ja, tuurlijk. Kom. Twee!